Wil je weten hoe je een leuke avond hebt? Martin en Skyler hebben een speciaal recept voor geluk. Als je niet weet wat je moet doen, zet dan je spelconsole aan. Wachten we op iemand, Michael? Het is jouw beurt om de deur te openen. Zullen we samen gaan? Raar, er is hier niemand. Wie maakt er nu zo'n grapje? Zo'n 2 decennia geleden. Maar de baby aan de deur is geen lachertje. Waarom doe je niet open? Martin, kijk hier eens naar. Ik denk dat het een echte baby is. Hij is zo schattig. Martin, hou ermee op. Er moet voor het kind gezorgd worden. Wie kan zo'n kleine engel in de steek laten? Martin, er zit hier een briefje in verstopt. Laten we het lezen. De baby vraagt om verzorgd te worden. De jeugd eindigt zo snel. Vanmorgen nog waren ze vrij en gelukkig. En nu zijn ze al ouders. Kinderen zijn geweldig. Als ze slapen. Horen ze zo te ruiken? Er klopt hier iets niet. Skyler, kom hierheen, nu! We hebben een stinkend ongeluk. Waar is die godsnaam gebleven? Ik moet alles zelf doen. Kom hier, jij. Je moet je meteen omkleden. Dit is vreselijk. Deze missie is onmogelijk zonder een handschoenpak. Nu is de jonge vader klaar voor zijn heldendaden. Goed, laten we met de operatie beginnen. Hoe kan er zoveel stank komen van zo'n kleine baby? Klaar, de baby is zo goed als nieuw. En doe dat niet meer, oké? Hey, denk er zelfs niet aan. Ook geen fonteinen. Skyler, waar ben je? Mama is hier, jongens. Wat heb je voor me? Martin, de baby heeft een luier nodig. Nu! Martin heeft een beetje geleden in dit gevecht. Hij verdient een medaille voor zijn heldenmoed. Kinderen zijn zo vermoeiend. Ik heb niet eens de energie om tv te kijken. Wat? Waarom schreeuwen ze zo? Is er iemand gewond? Ah ja, er woont een kind in het huis. Ik kom eraan. Ik ben hier, schatje. Laat me je wiegen. Ik denk dat het werkt. Ik kan terug naar de tv. Wat? Alweer? Denk eraan om kalm te blijven. Ik kom eraan, ik kom eraan. Slaap, schatje. Papa is hier. Maar helaas, ouderlijk geluk is zo vluchtig. Het mini-monster heeft weer aandacht nodig. Hé, liefje, ik ben hier. Schatje, je gaat nu slapen, beloofd? Papa heeft een idee. Niets kan Martin nu nog van de tv weghouden. Ja, ja, ik hoor je. Precies op tijd. De schommelstok komt eraan. Droom maar lekker. Dat is wat schommelen op afstand betekent. Ouders zitten vol met handige levensheks. Waarom huilen baby's de hele tijd? Je kunt geen pauze met ze hebben. Mama is hier, schatje. Wil je een speeltje? Maar ouderschap is niet zo makkelijk. Je kunt niet wegkomen met alleen speelgoed. Skyler, ik heb het. De baby heeft eten nodig. Laten we dit doen, papa. Zijn chips oké? Lekker. Martin, hou jij dit. En de baby heeft babyvoeding nodig. Er is melk. En babyvoeding natuurlijk. Nu hebben we alleen nog een paar dingen nodig. Goed mengen. Dat is alles wat je nodig hebt om een kinderlunch te maken. Geniet ervan, baby. Maar de baby is niet blij met deze lunch. Hij is een echte foodie. Wat als we je lunch wat pittiger maken met wat actie? Leuk geprobeerd, Martin. Maar nee. Ik heb een idee, schat. Ik ben zo terug. Skyler was niet voor niets zo dol op haar toneelclub. En de voorstelling begint. Het is het soort dans waar iedereen honger van zou krijgen. Maar onze baby niet. Martin, dit ziet er echt niet smakelijk uit. We hebben een wissel nodig. 1 beweging en de pap verandert in Coca-Cola. Geen kind zou zo'n smakelijke tractatie weigeren. Je moet je baby meenemen voor wat frisse lucht, of je het leuk vindt of niet. Hallo? Zeg op, ik kan je niet horen. Oh nee, Martin vergat de nummer 1 regel van het ouderschap. Laat de wandelwagen niet los. En nu gaat de baby op reis. Skyler's timing is perfect. Martin kan niet alleen gelaten worden. Ik kom eraan, baby. Ik zal je redden. Maar papa heeft het onder controle.
Een wandelwagen aan een touw is erg handig. Martin, wat denk je dat je aan het doen bent? Je kunt de baby niet aan het lijntje houden. Laten we eens kijken. Als je rond zou willen lopen in een halsband. Skyler, we gaan op vakantie. Jee, de Malediven. Ik kan niet wachten. Laten we snel onze koffers pakken. Ik hoop dat we niets vergeten. Skyler en Martin hebben bewezen dat je niet op vakantie kunt gaan en tegelijkertijd voor een baby zorgen. Ik wou dat ik eens een keer goed kon slapen. Oh nee, Skyler, het lijkt erop dat we onze vlucht hebben gemist. We kunnen er nu niets meer aan doen. Martin, weet je wat? Wie heeft de Malediven nodig? We kunnen vakantie houden in onze woonkamer. Dat is waar. Waar gaat al dat vakantiegedoe over? De Malediven zijn goed, maar familie is beter. Ouders willen ook plezier hebben. Dan is het tijd voor een feestje. En als er niemand is om bij de baby te laten, neem je hem gewoon met je mee. Hey jongens, we hebben de dansvloer zo gemist. Laten we rocken. De wandelwagen op het feest is iets nieuws. Moeten we de muziek nu zachter zetten? Geen denken aan. Eerste regel van het feest? Geen kinderen. Oh ja, we hebben je niet gewaarschuwd. Het is niet alleen een kinderwagen. Het is makkelijk om een discobal te maken van kinderspeelgoed. Vind je het leuk? Oh ja, dat is beter. Nu zal de baby uitgenodigd worden op elk feestje. Maar ouders hebben een strikte dagelijkse routine. Skyler, het is laat. Je hebt gelijk, Martin. Het is bedtijd voor de baby. Dag jongens, ik zie jullie later wel. Hey, denk er niet eens aan, jongen. We gaan naar huis. Daar is geen sprake van. Ouderlijk winkelen is geen pretje. We nemen alleen het hoognodige mee, Martin. We zijn hier voor de luiers. Oh. En zoals gewoonlijk staat alles wat belangrijk is op de bovenste plank. Martin, handel jij het maar af. Ik ben zo terug. Kom op, nu. Ik ga je pakken. Wie ben jij in godsnaam? Denk er maar niet aan, Bank. Die luiers zijn van mij. Er komt een vadergevecht. Schatje, ik heb je hulp nodig. Pak je luiers en laten we gaan. We zijn een echt team. Wat? Zag je dat, Skyler? Wie deed het geweldig? Martin, schiet op naar de kassa. Hier is nog een obstakel. De rij. En kinderen houden niet van wachten. Achteruit, schat. Ik regel dit wel. Ga opzij, jongen. Hier komt een moeder met een kinderwagen. We zijn ouders, jonge dame. Opschiet alstublieft. En je mag het wisselgeld houden. We zijn zo terug. Dus maak het hier niet te gemakkelijk. Skyler, gaan we vanavond uit eten? Eet smakelijk, schat. Wat? Weer vitamines? Heb je niets lekkerders? Chips bijvoorbeeld. Denk er maar niet aan, Martin. Is dat het voorbeeld dat je aan het kind wil geven? Ik heb alle junkfood ergens veilig verstopt. Maar als de stad gaat slapen, wordt de maffia wakker. Geweldig! De kust is veilig. De bewakers slapen. Wat betekent dat de hele keuken tot Martins beschikking staat. Laat het nachtmaal beginnen. Geen vitamine meer. Geef me het snelle eten. Waar heeft Skyler alles gelaten? Maar wie zoekt, vindt altijd. Hier komt een knapperige schat. Kom hier, mijn lieveling. Maar Skyler laat zich niet voor de gek houden. Ze heeft overal valstrikken. Martin is weer bezig. We gaan hem een lesje leren. Lieverd, ik ben zo blij dat je wakker bent. Het is jouw beurt om op de baby te passen. En ruim deze keuken op. Het is tijd om de baby de fijnere dingen van het leven te laten zien. Zullen we spelen, baby? Martin, verwachten we iemand? Elke klop op de deur lijkt nu verdacht. Laten we samen gaan. Heb je hier een jongetje gezien? Hij is nog maar een baby. Zo schattig en knap. Daar is de echte moeder van de baby. Ik haat het om hem weg te geven. Ze zijn een echt gezin geworden. Dank je wel. Jullie zijn mijn redders. En zelfs Martin vond het leuk om papa te zijn. Het leven is zo oneerlijk. Martin, het zal beter worden. Het zal niet lang meer duren. Over ongeveer 9 maanden. Vond je ons verhaal leuk? Hoe denk je dat Skyler en Martin hun baby zullen noemen? Stel namen voor in de reacties. En vergeet deze video niet te liken. Abonneer je op ons kanaal en klik op het belletje. Mis de nieuwe familiesketches niet op Toon Toon Wow.